Prime Business Update, where business comes first. In het district Wanica staat het agrarisch bedrijf In de Kiem. Het fungeert als demostation, dan weer als proeftuin en heeft daarnaast ook nog een commerciële poot. In de Kiem is leverancier van plantmateriaal aan grote landbouwers in Suriname. Onze doelgroep hier zijn vooral de wat grotere agrariërs. We verkopen veel zaden en dat gaat meestal in 1000, 5000. Dus dat is meer niet voor de kleine. We verkopen wel natuurlijk af en toe plantjes of zaden voor de kleine, maar we richten ons voornamelijk op dus grotere, serieuzere agrariërs in Suriname. We hebben ook teeltmateriaal die we verkopen. We hebben een samenwerking in Nederland met Blue Lab. Zij maken meetmateriaal, labmateriaal voor het meten van je voeding, voor je residulevels. En we hebben een samenwerking waar we heel erg blij mee zijn met Rijkswaan. Dat is een zadenbedrijf in Nederland, is top 5 van de wereld. Honderden miljoenen omzet per jaar, euro's. Zij faciliteren ons, ondersteunen ons heel goed. Daar zijn we heel erg blij mee. De agrarische sector is in de lift in Suriname. Er wordt steeds meer gekeken naar moderne en internationaal gangbare teelttechnieken. Toch zal er nog meer moeten gebeuren om het onderste uit de kan te kunnen halen. We hebben natuurlijk een juiste klimaat, we hebben genoeg water. En in tegenstelling tot het Caribisch gebied hebben wij zoet water, geen zout water. Dus er is veel potentie. Ik denk dat het belangrijkste voor ons hier is om toch te kijken naar veel meer samenwerkingen. Om toch bulk te creëren. Als je grootschalig wil gaan exporteren, om het betaalbaar te houden, ga je veel moeten kunnen aanbieden. En natuurlijk ga je aan de verwachtingen moeten voldoen. Dus ook certificering is belangrijk. Dus voor ons is het, denk ik, richten op samenwerking en certificeren. De vereisten, vooral bij het exporteren, zijn gewoon standaard vastgelegd. Daarvoor zijn ook de certificeringen. Dus er zijn in principe geen geheimen. En toch merk je dat hier mensen sceptisch is om elkaar te laten zien hoe ze bezig zijn, wat ze aan het doen zijn. En dat is ook een drempel bij samenwerkingen. De standaarden zijn er. Iedereen kan het op dezelfde manier doen. En als je dan samenwerkt en je verzamelt bulk, kan je mooi exporteren. En het belangrijkste is natuurlijk concurrerend zijn tegen de andere grotere spelers in de wereld. De mindshift om meer waarde te hechten aan samenwerking begint thuis en op school. Helaas loopt de doorsnee-student niet warm voor een specialisatie in de agrarische sector. De groep die wel daarvoor kiest, heeft een open deur bij In de Kiem om wat extra kennis op te doen of om wat meer praktijkervaring te ontwikkelen. Dus wij willen daar ook een bijdrage aan leveren. Wij werken samen met PTC. Zij kunnen stagiaires leveren. We werken samen aan het invullen van het curriculum daar. We hebben ook een schooltuinenproject voor de lagere school hier. Kwamen voor COVID kwamen er wekelijks 160 leerlingen van de vijfde klasse uit scholen uit deze omgeving. Kwamen hier wat planten en dat de opbrengsten moesten natuurlijk meenemen. Maar het belangrijkste is dat ze leren hoe te planten en dat ze het leuk gaan vinden. Want om de sector te groeien ga je meer agrariërs nodig hebben en daar willen we ons ook volop inzetten. Dus onderwijs is heel belangrijk voor ons. Dime Business Update, where business comes first.